Welkom bij Dynamite Magic Shop product update nummer 119. En als je denkt, wat is er gebeurd met de boekenkasten? Geen paniek, ik ben aan de andere kant van de tafel gaan zitten. Tip van een klant, die zei, hey, waarom ga je niet eens aan de andere kant zitten? Dan zien mensen ook de winkel op de achtergrond. Goed idee, hebben we gedaan. Dus de boekenkasten staan nu daar achter de camera en de rest van de winkel ligt achter mij. Zoals je ziet is er niemand, dat kan kloppen, want het is nu 7 uur in de avond. Normaal nemen we altijd de updates op 's morgens vroeg. Maar vandaag heeft het een speciale reden dat we niet 's morgens hebben opgenomen. Wil je weten waarom? Vanmiddag kwam er namelijk een hele grote doos binnen. Echt zo'n joekel. En er zat iets in waar heel veel mensen op zaten te wachten. Namelijk dit. De Anverdi Mental Die. Fantastisch ding. We hebben er heel even mee gespeeld. Echt heel even. Want we hebben de hele middag klanten gehad in de winkel ook. Dat hoort in de winkel. We hebben hem, toen de doos kwam, even de doos opengetrokken. Eentje uitgepakt. En even waar de klanten bij waren. Gekeken hoe het werkt. Nou, vanzelf bijna. En het is wederom fantastisch gepresenteerd. Ik ga het doosje openmaken en het op. En zoals je ziet gaat er zelfs een lampje branden. Ik zal het misschien van boven even laten zien. Het is echt bizar. Gaat hier een lampje branden. En dat verlicht. Het is nu een beetje te donker. Of te licht hiervoor. Het verlicht het hele interieur. Met erin de dobbelsteen. Het geheime iets. En een oplaadplateau. Oplaadplateau. Schitterend gemaakt. Met in de onderste lade. Nou ja. De enige lade ook. De band voor het opbergen van het geheime iets. En de oplaadkabel. Dat is echt werkelijk schitterend verpakt. Nou, wat is Mental Die? Je hebt wellicht de set van 3 dobbelstenen al gezien. De Mental Dice van Anverdi. Dice is meervoud voor die. Waarbij je een witte, een rode en een blauwe dobbelsteen hebt. Die kun je laten rollen of neerleggen of wat dan ook. En na concentratie weet jij exact welke getallen boven liggen. Of welke kleuren dobbelsteen ze hebben. Van die sets hebben we er gigantisch veel verkocht. Echt heel veel. Dus het was een kwestie van tijd voordat de enkele versie uitkwam. Wij verkochten zelf al enkele versies, niet exact dit model, maar ook versies die ditzelfde kunnen. Die hebben we momenteel in prijs verlaagd. Dat wil zeggen bijna de helft. Dus als je daar interesse in hebt, check ook even. Ook prima dingetjes. Maar was het verschil, de andere versie die wij al verkochten, met 1 dobbelsteen heb ik het over, dan niet met 3. Die kon maar een meter of 3-4. En deze kan tot wel 12 meter ver. Dat betekent, je geeft de dobbelsteen aan iemand. Je mag ermee gooien, mee rollen. Kan niks, kan geen kwaad. Jij concentreert je op tot 12 meter afstand. En je weet exact, zonder ergens op te spieken of te kijken, welk getal boven ligt. Nou, fantastisch. Wat is er zo goed aan deze versie? Nou, dat kan ik je vertellen. Zonder alles te verklappen. Hetgeen wat jou vertelt, welke ogen boven liggen, kun je in gevoeligheid instellen. Dat betekent dat je niet heel hard hoeft te gaan praten omdat er iets gebeurt, zeg maar. Maar je kan gewoon, zoals ik nu, praten en dan krijg jij de informatie door. Dus je kan, als je minder gevoelig bent voor dingen, het ook flink zetten en dan krijg je het er zeker mee. Dus dat is 1. Dus hij kan tot 12 meter. En het is niet visueel, maar we noemen het even auditief. Ook niet een auditief, maar niet uit. Je hoeft niet te kijken. Daarnaast, stel voor, je hebt die set van 3 dobbelstenen al. Die zie ik hier nu net niet staan. Die heb ik wel net even, staat achter de balie. Daar zit een visuele display bij. En je zegt, ja, ik vind het leuk, maar die display vind ik ook niks. Nou, het geheim wat hierbij zit, het kleine dingetje wat je verbergt op je lichaam, dat kun je ook gebruiken met een set van 3. En dat vertelt jou exact welke aantal ogen boven liggen en welke kleuren er in het spel zijn. Dus je kan het kastje van dit ding gebruiken bij deze set en bij de andere set. Niet allebei tegelijk, dan zou je wel deze kunnen, de zwarte en de 3 andere kunnen gebruiken. Dan laat je die de toeschouwers rollen, gooien, weet ik veel. En dan kun je ook vertellen wat waar ligt en hoeveel. Maar dan combineer je het met deze plus een set van 3. Dus je kan geen 4 dobbelstenen tegelijk op 1 dingetje. Vaag, hè? Maar vorige keer heb ik net iets te veel laten zien van de mensen van de Mental Dice. Dus ik ga niet meer te veel laten zien. Maar ik kan er ook moeilijk niks over vertellen. Nou, wat kost Mental Die? Mental Die kost €155. Een koopje. En dan denk je misschien, ja hallo, €155. Voor wat dit is, hoe het werkt, de techniek erachter en de verpakking.
is dit echt een koopje. Zo, daar heb ik nog nooit gehad dat ik gewoon het geluid van mijn telefoon aan heb laten staan. Nu uitgezet. Sorry daarvoor. Dat krijg je als dingen snel gebeuren. Even hier, daar klaarzetten, hup, omdraaien. Telefoon even hier. Juist, dat gebeurt. Dus, Unverdi Mental Dye, verkrijgbaar in wit of zwart. Dus je moet even kijken welke versie je bestelt. 155 euro. Dat dus. Dan hebben we hier ook iets heel moois. En dat is een... Ja, ik heb even een briefje hier. Ik zal even laten zien. Fantastisch briefje. Er staat gewoon niks op eigenlijk. En ik heb eigenlijk een klein schoteltje. Eigenlijk heb ik het meegenomen uit een Chinees restaurant. Dat is natuurlijk niet zo netjes. Maar ik heb het meegenomen uit een Chinees restaurant. En toen dacht ik, dat is ideaal voor bijvoorbeeld een voorspelling of zo op te leggen. Snap je? En stel nou voor dat ik nu een routine zou doen met iemand die naast mij zit, die er niet is, want het mag niet, zoals je weet. Dan zouden er nu allemaal dingen gebeuren. Noem een droombestemming waar je heen zou willen. Noem een bedrag wat je aan zakgeld zou willen. Enzovoort. Dat wordt opgeschreven. En uiteindelijk zeg je, ik heb hier een voorspelling liggen. Zou u de voorspelling willen openmaken? Nou, mensen pakken de voorspelling. Maken die open. En daar staat dan op. Ik doe het even zo. Voorspelling. Even voor het idee, net was het briefje nog leeg. Nou, wat is dit? Nou, een hele originele naam heeft het ding. Het heet de Switch Cup. Nou, één keer raden wat ik dat gedaan heb. Ik heb iets geswitcht. Oftewel in het Nederlands verwisseld. Ja, kijk gerust even terug. Dat is één van de manieren waarop je heel eenvoudig iets kunt verwisselen. Het mooiste is, je hebt het waarschijnlijk niet gezien. Waarom niet? Omdat het uiterlijk hetzelfde bleef. Zou ik nou van 10 euro 5 euro hebben gemaakt, dan zou je denken, huh, er is iets gebeurd. Dus valt er meer op. Dus wil je iets visueels doen, pats, kun je best bang weer laten veranderen. Geen probleem. Maar zeg jij, ik wil een voorspelling bijvoorbeeld veranderen door dit te doen of door het op je hand te gooien, kan ook, pats. En het is een andere voorspelling en schotelt je verder leeg aan je handen ook, dan is dit werkelijk super. Exclusief voor Nederland en België. Bij Dynamite Magic Shop, de Switch Cup, compleet met online instructies. Het is een keramieke schaaltje voor de prijs van 41,95. Ik vind hem een fantastisch ding. Daar heb ik ook al best wel wat verkocht, moet ik zeggen. Dus dit is zeker een aanrader. De Switch Cup. Bij de rest. Dan... twee hele mooie kaartspellen. Ik zou bijna zeggen van Nederlandse makelij. Dat is niet waar. Maar ze zijn ontworpen door Romy Meermans. In samenwerking met wat grote namen. Daniel Schneider heeft daarmee gewerkt. Noem maar op. Zijn gemaakt in België. Bij Cartemonie. Eigenlijk de beste speelkaartenfabriek ter wereld, zeggen ze wel. En het zijn de zogenaamde Warrior Cards. We hebben hier de Warrior Full Moon. En we hebben de Warrior Midnight. Nou. Ik zal even laten zien hoe het er een beetje uitziet. We hebben de witte kaarten. Die zien er zo uit. Nou ja, aan de voorkant zijn ze zelfs allemaal wit. Met twee extra kaarten. Er zijn twee twee jokers. Er zijn jokers met een gewone rug. Ja, het is een beetje verwarrend. Hier is de dubbelwekker. Ik wil zeggen, die zat er ook bij. En voor de rest is het een normaal kaartspel waarop je wat... bekende gezichten zou kunnen. Laura London zit erop. Er zitten wat meer bekende op. Daniel Schneider zit er zelf ook in. Romy zit er ook ergens in. Tenminste, in deze of in de andere. Exact weet ik het niet. Dit zijn de voorkanten. Nou, de achterkant had je al gezien. Er zijn de motvlinders die erop staan. Zien er zo uit. Ik zal deze eventjes een beetje zo leggen. Het ziet er wel wit uit, maar dit zijn in ieder geval de motvlinders. We hebben de zwarte versie. Voorkant hetzelfde, zoals je ziet. Achterkant... net andersom. Zwarte achtergrond met een witte motvlinder. Zie je? Ook prachtig. Ik zal even aan de andere kant laten zien wat hiervoor extra kaarten bij zitten. Want hier zitten twee jokers bij. Maar als ik me niet vergis is het een extra schoppen 2. Zie je met een hoekje erop die erbij zit. En volgens mij ook... nee, dat was het. Sorry. Nee toch?
En een extra klaver 4. Zie, ik wou zeggen, er was nog meer. Een extra klaver 4. Dus, de Warrior speelkaarten. Ontworpen door Robbie Meermans. Op Kickstarter waren ze ook al te vinden. We hebben ze nu voor de superprijs van 11 euro. Oeh, zeg dat goed. 12,95 euro. En dan waren we een andere kaart spellen. 12,95 per stuk. Zeer mooi. De Warrior Playing Cards. Ga ik te snel? Dan zeg ik het even. Dan doe ik het langzamer. Ja. Verhaaltje. Jaren geleden. Lang, lang geleden. Was er eens een schrijfblok, of een plankje moet ik zeggen, een clipboard, zo noemen ze dat, waarop je iets kon schrijven. De toeschouwer nam een blaadje eraf, vouwde het op, stopte het in zijn zak. De goochelaar, mentalist, gedachtenlezer, wist dan op miraculeuze wijze wat er opgeschreven was. Nou, het waren schitterende dingen. Prijs varieerde van 1200 tot 1800 euro. Fantastisch. Maar het was vooral dat, zeker in de beginjaren, de techniek niet ver komt, ver uit elkaar. En het was nogal dik. Wat hebben we nu exclusief in Europa zelfs? De Telepathy Pad. Nou, wat is de Telepathy Pad? Ik ga het jou laten zien. Dat is namelijk dit. Wauw. Telepathy Pad, zal het niet meer onschuldigen. Het is gewoon een vakje. Wacht even voor je vakje, een houdertje voor je pen als je dat zou willen. Het kan hier zo netjes aan. Kijk. Het is gewoon een lederen ding. Mensen mogen checken, er is niks meer aan de hand. En wat wil het nu? Het geval op het moment dat een toeschouwer er iets opschrijft, of iets op tekens, bijvoorbeeld hallo, of een huisje, of wat dan ook. Dan weet jij exact, maar dan ook exact, wat er geschreven wordt. Nou, even voor het idee, wat krijg je er meer bij? Je krijgt erbij een tweede telepathy pad, een telcel. Alleen vandaag, nee, krijg je er een tweede bij. En deze is speciaal, deze is normaal. Dat wil zeggen, deze kun je zelf bijvoorbeeld geven aan een toeschouwer. Zeg, schrijf het op. Of teken wat en jij concentreert je en jij tekent of schrijft precies wat de toeschouwer heeft gezegd. Nou, deze hoef je niet te gebruiken. Je kan ook zeggen, schrijf het op, stop het in je zak. Ik wil niet weten wat het is. En je concentreert je en je onthult wat het is. Of je laat eens opschrijven. Zegt, later op de avond, tijdens mijn show, roep ik je naar boven. Dan komen we hierop terug. Kan allemaal. Waar komt deze informatie terecht? Deze informatie komt terecht op elke tablet of telefoon van Android. Of van een iPhone of iPad. Bluetooth technologie. Ik moet het even een beetje uitleggen, anders heeft het geen zin dat ik dit laat zien. Bluetooth technologie. Tot een meter of 12. Dat is wel serieus ver. Het is oplaadbaar door het klein oplaadplateau te leggen. Dus inductieladen heet dat. Gaat zeer lang mee. De speciale app die je nodig hebt is gratis. Wordt ook blijvend geüpdate. De app is gemaakt voor een heel groot bedrijf. Wat de hardware weer in maakt. Dus je hoeft je geen zorgen te maken dat volgend jaar de app niet meer werkt. Het werkt voor alle iPhones, iPads, tablets van Android en telefoons van Android. En het kan, luister, het kan ook gekoppeld worden met bijvoorbeeld een smartwatch van Android. Maar dit papier heeft nogal een groot oppervlak. En als je dit op je smartwatch helemaal ziet en iemand schrijft in het midden heel klein hallo, dan zit je op je smartwatch en zeg je, wat zit daar, wat heeft hij getekend of geschreven? Dus het kan, ik zou het niet aanraden, maar het kan. Maar dan alleen voor Android. Nou, dit is dus de Telepathy Pad. Dit is de clipboard versie, eigenlijk de gewone versie, Telepathy Pad. Krijg je dus helemaal compleet, twee clipboards, pen, extra navulling voor de pen. Mocht je ooit een extra pen willen of verliezen of wat dan ook, heb ik ook te koop. Ze zijn niet duur, 30 euro ongeveer. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een Mindbuster pen die 400 of 500 euro kan kosten zelfs. Deze set voor de belachelijke prijs, serieus, van 265 euro. Dit is mijn tweede voorraad. De eerste voorraad was er in één week doorheen. En het waren niet maar twee, er waren echt ook een aantal. Het waren zo weg. De fabrikant heeft ook gemerkt dat dit populair is. En zei, we hebben iets nieuws erbij bedacht. Namelijk, er was veel vraag naar een grotere versie.
die niet met een clipboard was. Dus hebben ze dit gemaakt. Dit is een, nou ja, een tekenblok, schetsblok. En het hele systeem zit hierin. Niks aan te zien. Zit hierin. Dus toeschouwer kan tekenen. Jij hebt ook een extra, zoals we zien, allemaal bij. Dat het niks kost. Dus de ongeprepareerde versie. Het maakt het blok open en jij kan tekenen wat de toeschouwer ook heeft getekend. Nou, bij de andere versie moet je even kijken waar je je telefoon of tablet plaatst om informatie te ontvangen. Dat kan natuurlijk in een koffertje zijn, terwijl je de andere clipboard pak, zie je in je koffer wat er getekend of geschreven is en klaar. Hier zou je, optioneel, daarom hebben ze het eigenlijk gedaan, zou je uit het papier, een dikke pak papier, zou je nog, wel eens naar beneden, bijvoorbeeld het contour van je telefoon kunnen uitsnijden en daar je telefoon in kunnen verbergen. Zodat je tijdens je act gewoon op je telefoon kan kijken. Niet om WhatsAppjes te kijken, dat is niet de bedoeling. Maar om te kijken wat de toeschouwer geschreven of getekend heeft. Shh, niemand vertellen. Dit is de notebookversie van de Telepathy Pad. Compleet met online video instructies, maar het werkt allemaal super simpel. Het connect heel makkelijk met je telefoon, ook met inductieoplader, pen, alles erop en eraan. Deze is ietsje duurder, maar dan nog zeer goed te betalen. €315 voor deze hele set. Er zijn werkelijk twee professionele, fantastische dingen. Als je ooit zoiets hebt willen kopen voor een goede prijs, en waarvan je ook weet dat de kwaliteit goed is, dat is niet overal het geval namelijk. Ze zijn nu uit beeld. Dat is werkelijk zeer goed spul. Elke keer dat ik het uit de doos haal hierachter, al mensen laten zien, ik zet mijn telefoon aan, ik zeg kijk zo werkt het, klik, klik, boem, het werkt. Nooit dat ik denk, wacht even, gisteren deed hij het nog, wacht even, ik snap er niks van. Deze doet het gewoon 100%. Telepathy Pad en Telepathy Pad Notebook. Ik klets te veel volgens mij, ik had een glas water moeten regelen. Ja. Dit is ook zeer mooi. Dit zijn de mini caps. Dan heb ik net walletjes uiteraard weer een doosje laten zetten. Oh, ik lig hier. Weet je, een doosje wat net te licht is qua materiaal, waardoor het een beetje uit elkaar valt. Maar daar gaat het niet echt om. 3 bekertjes en 1 en 4 balletjes. Nou, het toffe is dat je van 1 van de bekertjes zelfs nog een shell erbij krijgt. Tadaa. Dus die kun je eigenlijk nog in een beker laden met een bepaalde lading erin. Dus je ziet ook niet dat het erin zit, de lading, maar die kun je die ook nog produceren eronder. Dus die kun je laden met iets erin. Eén van deze bekers is een chop cup. En 2 van de bekers zijn normaal. Ik heb niet getest wat is. Ik heb er niet eens mee gespeeld zelfs. Ik heb ze net uit de verpakking gehaald. Dus wat is een chop cup? Chop cup is dat je een beker neerzet, je pakt een balletje, doe dit. En het balletje ligt eronder. Dat is eigenlijk het idee. Je zet het bekertje neer, pakt het balletje. Balletje gooi je in je hand. En het ligt eronder. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dan kun je de hele dag doorgaan. Zet de beker neer. Pak het balletje. En dan ligt het eronder. Wacht, sorry. Ligt het eronder. Enzovoort, enzovoort. Dus 1 chopcup. 2 gewone bekers. Een shell. En 1, 2, 3, 4 balletjes. Met online video instructies. Gemaakt door Secret Factory. Voor de prijs van €67,50. Een hele mooie set voor een hele goede prijs. Check de website. Mocht je gek zijn op kleine bekertjes. Want deze zijn ook meer bestemd nog voor het bekerspel mini. Daar heb ik routine van. We hebben ook de Leo Smetsers Micro Cups. Die zijn nog kleiner. Met een mooi doosje erbij. Die hebben we ook nog niet laten zien in de update. Kom misschien een andere keer. Ik wilde nu even de laatste nieuwe dingen laten zien. Alhoewel we vandaag ook wel heel veel hebben gekregen wat hier nog niet bij ligt. Het staat ook op de website. Leo Smetsers Micro Cups. Die zijn meer voor het balletje gebeuren. Dus, hebben jullie gezien? Ga ik dit laten zien? En hoe ga ik dat laten zien? Ik heb hier een kistje. Ik zal even laten zien, de kistje is helemaal hartstikke leeg. Sorry. Leeg, zoals je ziet. Zo. Normaal hang je daar dit slotje op. Dit is een nieuw kistje. Hang je het slotje hier zo op. En dan zeg je een aantal weken voor, of een week voor de voorstelling, zeg je tegen, ga je naar de mensen toe. Haal de pers erbij, televisie erbij en zegt,
Ik voorspel wat de uitslag wordt van de volgende wereldkampioenschappen voetbal. Zeggen mensen, tuurlijk. Ja, ik heb hier ingestopt. Een voorspelling die geheel verzegeld in de doosje waar het slot op zit. Dit stoppen we samen in een papieren zak. Dan nieten we dicht. Daar plaatsen we onze handtekeningen op. Daar plakken we etiketten op. Labels, stickers, weet ik veel. En u mag het een week lang in de etalage hangen op de hoek van de winkel. Bij de, weet ik veel, Hubble de Pub. Zodat iedereen kan zien dat er niks met het kistje gebeurt. Nou, dat kan. Op de dag zelf brengen ze het kistje mee. Zeggen ze, oké, hier is het kistje. Je hebt trouwens ook een sleutelkistje erbij. Het mooie van sleutelkistje is dat als je de sleuteltjes daar uitgooit, zeg maar, mag de toeschouwer zelf het doosje openmaken op die dag zelf. En zeggen, oké, een week geleden hebben we dit helemaal ingepakt. Bla bla bla. De toeschouwer zelf mag het openmaken. Even voor het idee, ik heb niks geks gedaan hoor, even voor alle eerlijkheid. De toeschouwer maakt met een slotje het ding open, maakt het kistje open en daarin zit een voorspelling. En op die voorspelling staat dan nu niks, maar Hubble de Pub heeft gewonnen met 3-0 en is daarmee winnaar van het wereldkampioenschap voetbal. Bla bla. Ik zou dolgraag laten zien hoe dit werkt. Maar dat kunnen we niet maken. Dit is een Telegraph Chest van Magic Wagon. Nou, we zijn gek op Magic Wagon producten. Nou, ik in ieder geval. En ik heb nog nooit een versie gezien van dit soort effect. Wat zo brutaal is. Dat wil zeggen... hoe gaan we dat uitleggen? Je hebt natuurlijk doosjes waar je stiekem iets in kunt friemelen, wat dan ook. Maar je hebt de hele tijd mijn handen werken. Dat leeg ook. Ik heb het kistje niet aangeraakt. En toch is dit briefje ingeladen. Ik heb het niet met mijn handen gedaan. Dat klinkt heel vreemd te zeggen. Echt zo. Er zit ook geen gat in de tafel. Vroeger waren er grote dienbladen, werd de kist opgeplaatst. En dan moest iemand iets doen. Dan hoor je... En er werd iets geladen in een kistje. Nou, dit is gewoon echt een dicht kistje hier overal. En toch kun je er iets in laden. Dus je kunt elke voorspelling... inladen. Het kan dus ook zijn tijdens je act dat je dit kistje ergens hebt staan of hebt hangen aan een kettingje, weet ik veel. Ergens in de spotlight hebt staan. Tijdens de show vraag je alle mensen dingen of zijn alle gebeurtenissen. Op het einde van de show maak je het doosje open en dan zitten in dit doosje allerlei dingen die gebeurd zijn tijdens de show. Nou, je krijgt het allemaal compleet. Je krijgt het compleet met het sleutelkistje krijg je. Je krijgt het kastje natuurlijk erbij. Helemaal compleet. Helemaal mooi luxe. Je krijgt een aantal papiertjes erbij ook. Kun je zelf ook natuurlijk gebruiken. Dit is de Telegraph Chest. €340. Niet schrikken. Maar ik heb misschien al eerder verteld. Magic Wagon maakt van elk product wat ze op de markt brengen. Er zijn er een paar per jaar. Maken ze er 100. Er worden nooit nieuwe exemplaren geproduceerd. Dat wil zeggen. Ik bestelde deze op maandag. Ik kreeg ze op donderdag met UPS. En op vrijdag checkte ik hun website. Ik denk, even checken of er nog meer zijn. Want het is wel een waanzinnig ding. Uitverkocht. Dus bij Magic Wagon was het uitverkocht. Dat betekent dat het over de wereld verdeeld was. Wij hebben op dit moment dat ik dit zeg, nu nog... Niet liggen, René. 1 of 2. Want deze is voor mezelf. Die gaat niet weg. En dan zijn ze op. Dan komen ze ook niet meer terug. Want ik kan ze niet meer bestellen. Magic Wagon producten blijven hun geld ook waard. Je ziet ook vaak dat mensen dingen verkopen die worden alleen maar duurder. Het zijn collectors dingen gewoon omdat er 100 van gemaakt zijn. Maar nogmaals, een box die dit kan, heb ik nog nooit eerder gezien. Niet zo clean en zo mooi gemaakt. Met zo'n belachelijk mechanisme. Alright, genoeg over Telegraph Chess. Op naar de volgende truc. In de vorige update hadden wij de truc What Happens in Vegas zitten, zover ik me kan herinneren. Nou... In die truc vertelde ik over kaarten die in een casino gebruikt worden en die onbruikbaar gemaakt worden nadat ze een avond gebruikt zijn of een paar uur gebruikt zijn. Nou, dat was een verhaaltje bij die truc. Die kaarten waren gedrukt voor die truc. Maar dat bracht ons op een idee om het klassieke Rainbow Deck uit te brengen. Nou, uit te brengen, te maken met echte afgekeurde casino kaarten. Nou, afgekeurd, dit zijn dus... Echt kaarten, die hebben wij verzameld in Las Vegas. Van allemaal hotels, casino's die daar zijn. En zoals je ziet zijn overal hoekjes afgeknipt. Sommige zijn 4 hoekjes af. Sommige 2 hoekjes.
En dat heeft ermee te maken dat je die kaarten niet kunt kopen, bewerken en alsnog kunt inzetten in het casino. Wat natuurlijk niet de bedoeling zou zijn. En het idee is als volgt. Je zegt tegen de toeschouwer, ik geef jou de spelkaarten. En je mag gewoon delen en je mag stoppen waar je zelf wil. Nou, de toeschouwer zegt, ik kijk ook niet, ik doe gewoon iets en ik ga ergens stoppen. Hier stop ik. Dan zeg je, oké, tegen de toeschouwer, pak een van de vrouwen, leg hem er bovenop. Leg de rest van de kaarten er bovenop. Is een beetje slordig, maar dat maakt niet uit. Waarom hebben we die kaarten omgekeerd tussen gelegd? Dan hoeven we zo meteen niet te zoeken en kunnen we meteen zien waar jij gestopt was. Very simple. Als jij er nog een keer deel mijn kaarten af. Ik zal weer niet kijken. Dan denk je natuurlijk, ja, die René die doet iets speciaals. Hier, kaarten tussen. Alles er bovenop. Weer een zooitje. Ah, Hard Rock Hotel. Stoer. En als het goed is, nou ja, dat weet ik wel zeker, zitten er nu 2 kaarten omgekeerd. Dat zijn die 2 vrouwen. Dat is me niet vergis, de ruiter en de hartevrouw. We gaan ze zoeken. Ta-ta-ta-dam. De ruitervrouw. Die ga ik pakken met de kaart die er langs ligt. Ja, hij moet even terug. Zo. Dan moet er nog ergens de hartevrouw zitten. Die gaan we ook uithalen. Kijk, met de kaart die er langs ligt. Zie daar. En we hebben de 2 kaarten eruit gehaald. Dat zijn mijn voorspellingen met de kaarten die er langs zijn komen te liggen. Maar we zijn hier in de gokkelwinkel. Dat betekent dat wij magische dingen kunnen laten gebeuren. En wat gebeurt er namelijk? Die achterkanten van mijn kaarten en de kaarten van de toeschouwer op gestopt is, zijn hetzelfde. Maar dat is niet alles. Want de 4 vrouwen, die hebben elkaar gevonden. En dus laatste iemand René, want zo heet ik. Volgens mij zijn het gewoon allemaal dezelfde kaarten. Super makkelijk. Je hebt gelijk, zeg ik. Het zijn allemaal dezelfde kaarten. Alleen het zijn geen vrouwen. Het zijn allemaal 5, zoals je ziet. Nou, dit hebben we genoemd. Las Vegas Couples. Dit is onze set. Dan denk je, ja, ik heb het niet. Nee, dat klopt. Dit is onze set. En daarmee bedoel ik eigenlijk dat dit... Dit is nu trouwens reset. Dat deze spellen zijn gemaakt van echte casinokaarten, zoals ik zei. Dus elke set is anders. Als we kaarten gaan sorteren, hebben we geen 100 vrouwen. We hebben maar 1 setje vrouwen, 1 setje 4, 1 setje 5, noem maar iets. Dus elke set is verschillend. Koop jij een set, zit er een ander doosje omheen, zet er andere kaarten in. Heb jij bijvoorbeeld 10 die eruit gehaald worden en op het laatst zijn allemaal 2 of wat dan ook. Elke set is verschillend. Dit is een zelfwerkende truc. Als hier iemand had gezeten, had ik gezegd, alsjeblieft, eerst het spel kaarten, delen, als je stopt kaart omdraaien, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Hij mag ze zelf op zichzelf uitspreiden, hij mag zelf de kaarten eruit halen. Hij ziet dat alles matcht en de overige kaarten zijn allemaal verschillend. Allemaal door de toeschouwer gedaan worden. Las Vegas Couples voor de prijs van €17,50. Koop je. Zijn we er nog niet? Nee, die René gaat maar door. Ja, deze heb ik niet geoefend, maar ik denk dat ik wel even ga laten zien. Het gaat even niet om hoe goed ik het doe, maar het gaat er even om wat er de mogelijkheden mee zijn. Daar gaat het even om. Ik heb hier een mondkapje. Dat ga ik even voor doen. Nou, het is heel raar om deze video te doen. En omdat we een kaartspel hebben, mag iemand uit het kaartspel een kaart kiezen. Nou, dat is lastig als er niemand is. Dus ik gewoon doe even dit zo. Hops. En ik pak hier een kaart. En die kaart is deze kaart. De harte 7. Nou, en dat is het mooie. Je hebt de harte 7. Je gaat met je hand over het masker. En je zegt, tadaa, de harte 7. Met een beslagen bril. Dat is het nadeel als je een bril draagt. Dan heb je ook een aantal van deze superhelden. Allemaal superhelden. Zie. En als je al deze kaarten bij elkaar pakt. En je hustelt het helemaal door elkaar. Dan mag iemand zo meteen zelf ergens. Weet je wat, we kunnen ook anders doen ook. Iemand mag ergens stop zeggen. Weet ik veel, doen we dit. Zo, iemand mag ergens stop zeggen. En die zegt, stop. Oké, we krijgen de onderste kaart. Dan hebben we, de joker. Enge joker. En je gaat hiervoor langs. En je masker verandert in de joker. Ja, dit is, elke keer met de bril heb ik het. Dit is Unmasked. Fantastisch gemaakt. Nou, mijn bril is, het kan wel eens iets onhandiger. Unmasked. Van Arcadio en Solange, weet ik veel. Zeer goed gemaakt. Verkoopt ook heel goed. Exclusief voor Nederland en België. Trouwens geldt het ook voor de Vegas dingetjes. Dat geldt ook voor de
Telegraph Chest. Exclusief bij ons. Je hebt en de kaart die verschijnt en de Joker. Mocht je leuk vinden, zit je. Ik vind de Joker leuk, maar ik wil liever de Venom die verschijnt, kan ook. Dan geef het even door. We hebben ook een aantal exemplaren Venom of Venom. Die kunnen ook verschijnen op een masker. Dan is het en de kaart en deze. Je hoeft je natuurlijk niet allebei te gebruiken in een act. Als je zegt, ja die kaart vind ik leuk, maar dit is niks voor mij. Prima, dan doe je één change. That's it. Het mondmasker is gemaakt van materiaal wat geschikt is voor mondmaskers. Het is natuurlijk niet echt een mondkast wat waarschijnlijk super goed beschermt. Maar het is wel van echt mondmaskermateriaal gemaakt en zo bedrukt. Ik vind het een heel tof ding. Het is natuurlijk super toepasselijk in deze tijd. Unmasked ontvang je compleet met online instructievideo. Super simpel trouwens. En deze kaarten. Voor de prijs van 59 euro. Mooi, mooi ding. Dan hebben we hier ook iets heel tofs. De Nest 4-in-1. Wat is Nest 4-in-1? Dat is dat je bijvoorbeeld een munt produceert. Uit de lucht, zeg maar, was het net. Je neemt die munt. Dan produceer je een tweede munt. Dus je hebt niet één munt, en niet, maar twee munten. Dan ga je in de lucht en je produceert daar een derde munt. Zie je? Dus heb je 1, 2, 3 munten. Hé, moet niet gekker worden. Of je produceert nog een vierde munt. Ik kan ook zien, heb je 1, 2, 3, 4 munten. Stel nou voor dat je 1 munt wegpakt. Weg. Heb je nog maar 3 munten over. Je pakt nog een munt weg. En je hebt nog 2 munten over. Je pakt nog een munt weg. En je hebt nog 1 munt over. De laatste munt gaat in je hand. En je hebt niks meer over. Nou, dat is een mogelijke routine met de Nest 4-in-1. Nest 4-in-1 komt dus helemaal compleet met de speciale munt. En de naam zegt het al, het is een Nest 4-in-1. Oftewel, de munt die ik net gebruikte, zeg maar. Dat is dus deze. Dat zijn in werkelijkheid 4 munten in elkaar. Niks meer magneten. Fantastisch gemaakt. Ik ga het niet laten zien, maar 3 shells en 1 munt. Het is natuurlijk fantastisch om ze te gebruiken in matrix routines. Stel voor dat je 4 van deze gebruikt, dan kun je het standaard matrix routines doen en op het einde eindigen met maar liefst 16 munten. Schrijf van 4 naar 16. Nest 4-in-1 2.0. Gaan we weer exclusief bij Diamond Magic Shop voor de prijs van 69 euro. Zeer goed gemaakt. Hoe laat is het nou hier? 20 over 7. Oh, dat betekent in Engeland zou in Engelse tijd 7 uur vandaag een nieuw effect op de markt komen. Genaamd Executive Suit. Van David Minton, uitgebracht door LXM. Exclusief in Nederland en België bij Diamond Magic Shop. Wat is Executive Suit? Zal ik je laten zien? Je vertelt dat je in je leven al heel wat hebt gereisd. En dat je daarbij 1 keer hebt meegemaakt dat je zo vaak ergens kwam. Zoveel dronk en at en gasten meebracht dat bepaalde hotel zei tegen jou, jij bent zo'n goede gast, letterlijk, je krijgt van ons een betere kamer. Hier heb je pasje van de kamer op de bovenste verdieping, het penthouse. Wat? En dat hotelpasje zit hierin. Boom. Dan zeggen we hebben hier 6 envelopjes. Dan zeg je tegen 1 toeschouwer, jij mag 1 kleur kiezen. Even voor de duidelijkheid, de kleur die jij kiest, is het hotel wat jij kiest. En verder gaan we geen vragen stellen. Alle andere 5 vallen af. Dus zeg jij groen, krijg jij groen. Moet groen overeenkomen met mijn voorspelling. Zeg jij oranje, dan ook. Nou, je kan allerlei verhalen vertellen erover. Het komt erop neer, iemand kiest een kleur. Bijvoorbeeld zeggen ze, weet je wat? Ik ga ze mixen. Ik heb werkelijk geen idee wat ik hier doe. Ik kijk ook niet. Die niet denken dat ik vals speel. Wat gebeurt hier allemaal? Ik grab er iets tussenuit. Zo nog iets. Deze noemen ze wit. Oké. Okay. En zeg je, jullie hebben de witte gekozen. Dat betekent dat jullie niet hebben gekozen voor al deze kleuren. Dat lijkt logisch natuurlijk. We maken hem open, want hierin zit namelijk
het Waverley Hotel in Londen. Moet ik even... Oh, dat was heel chic. Dat was heel veel glas inderdaad. Dat was 2 jaar geleden waren we daar. Dat is inderdaad het Waverley Hotel. Niet gekozen. Je hebt ook niet gekozen voor... Marque de Riscal, Barcelona, Spanje. Dat weet ik niet meer uit mijn hoofd hoe die eruit zag. Dat is waarschijnlijk al lang geleden. Je hebt ook niet gekozen voor... Envelopjes zijn trouwens verder leeg. Hè? We hebben geen dubbele envelopjes. Mensen mogen alles checken. Kingfish Amsterdam, tuurlijk. Kingfish Amsterdam. Ook niet gekozen voor... Marigold Hotel in Praag. Ook niet voor gekozen. En er is niet gekozen voor... Oh, deze kant. Het The Lincoln Hotel in Las Vegas. Ook niet voor gekozen. Maar jullie hebben gekozen voor dit hotel. En dit hotel is... La Bohème in Parijs. Dat weet ik nog goed. Het was een heel mooi hotel. En dit is het gekozen hotel. Weet je ook waarom ik me dat goed herinner? Omdat dat het enige hotel is waar ik namelijk een upgrade kreeg. En dat is dit. Namelijk La Bohème Place Dauphine Paris. Nou, sorry dat ik het niet goed uitspreek. Dus dit matcht dan exact met jouw voorspelling. Tadaa! Dit is Executive Suite van David Menton. Je krijgt het helemaal compleet met alles wat je hier ziet. De hele set met alle kaartjes erbij. Voor de prijs van €36,50. Ben er snel bij, want we hebben er maar een... ja, we hebben best wel een aantal. Maar ben er snel bij, want we hebben gemerkt dat... allemaal die voorraadjes die we kopen, die we exclusief hebben... letterlijk de deur uit vliegen, omdat ze nergens anders te krijgen zijn. Executive Suite van David Menton kost €36,50. En is vanaf vrijdag, laat ik zo zeggen... Dus morgen vroeg, ligt eraan, ik ga dit zo meteen nog monteren. Dit komt op donderdagavond online. Vanaf vrijdag staat hij in elk geval op de website. Dus als je straks kijkt en staat er nog niet op, ik moet ook slapen, dan staat hij vrijdag op de webshop. Daarmee ben ik aan het einde gekomen. Ik heb ook een droge keel van al het gepraat. Van deze update 119. We gaan langzaam oktober in. Dan zouden er weer een aantal mooie goochelbeurzen zijn. In Mol, de BMF-dag zou zijn, het Magic Hand Day zou zijn. Helaas, alles afgelast. We zullen dus nog even zonder elkaar moeten doen wat betreft de goocheldagen. Natuurlijk is er plek genoeg hier in de winkel om langs te komen. Kom gerust langs, we laten je met plezier alle dingen zien. We vertellen je graag over dingen. We vertellen je ook graag waarom wij vinden dat dingen goed zijn of niet goed zijn. Dat gebeurt hier ook. Vanmiddag nog, zei een klant, ik wil graag deze truc kopen. En ze zegt, Leon, dat is een leuke truc. Maar ik zou een andere versie pakken, die is, vind ik eigenlijk beter. En even voor het idee, die was nog goedkoper. Ja, dat gebeurt hier. En ik wil niet zeggen dat mensen dat uiteindelijk kopen. Uiteindelijk kocht de klant nog de andere. Maar dat gebeurt hier. Mensen kunnen hier, wij zeggen eerlijk onze mening. En sommige producten die uitkomen, denken we ook, leuk. Maar we hebben eigenlijk iets wat veel makkelijker is en veel beter is. Dus, voor onze eerlijke mening, kom gerust naar de winkel. Met een bakje koffie erbij. Als het niet heel druk is, want we kunnen niet als er 10 mensen staan iedereen koffie voorzien, dan zijn we een koffiebar en geen winkel natuurlijk. En dan krijgen we te horen, ja, die mensen waren heel de dag alleen maar koffie aan het uitdelen en lepeltjes en suiker en melk en dat. En ik stond maar te wachten. Dus, je bent van harte welkom in onze winkel. En zo niet, dan ben je altijd online welkom, want we versturen met plezier dagelijks een pakketje naar jou toe. Het klinkt alsof je elke dag iets gaat bestellen. We versturen met plezier een pakketje, want dat doen wij dagelijks, zal ik het zo zeggen. Dames en heren, jongens en meisjes, ik bedank jullie voor de aandacht. Dit was Dynamite Magic Shop Product Update nummer 119. Tot de volgende keer. Doei doei!